Bekentenis is, ik ben niet te beledigen. Ik ben niet te beledigen. Nou, dan doen we dat toch niet? Lelijke, nichtige, dikke, klassieke muziek, papzak. Ik ben niet... Ah, perfect. Ik ben niet te beledigen. Oh. Ja, dat verklaart wel die trui. Je bent zo zelfverzekerd. Dat je gewoon eigenlijk alles wat ik zeg, maakt eigenlijk niet uit. Nee? Het is een droom. Dus als ik gewoon puur informatief wil weten... hoe je je borsten zo houdt dat ze net... niet hangen, maar toch wel echt zichtbaar zijn. Vind je dan... Doet je niks dat je geld... Oprotten! Huk was aan de beurt. Ik ben niet te beledigen. Dat weten we, Patricia Pai, maar je bent wel in de zeik te nemen. Ja. En dit is nou klasse. Dit is nou klasse humor. Spetterende humor. Precies. Met een beetje niveau. Hi, ik ben niet te beledigen. Dus als ik... wat interessant. Dus als ik gewoon als een stelling neerzet... dat jij geld belangrijker vindt dan vriendschap... dan vind je dan helemaal oké. Okay. Ja. Is too much voor jou, hè, deze opdracht. Ik ken hem alleen zo enthousiast als hij er gewoon gal in loopt. Ik ben niet te beledigen. Dus dit vind je niet erg? Ik ruik Patricia Pai. Nou, Ruben, ga jij maar even staan. Ja, inderdaad, ja. Ik heb een poster van Gwen van Poorten op mijn kamertje hangen. Ik heb een poster van Gwen van Poorten op mijn kamertje hangen. Ja, dus er zit inmiddels al een lekkere plaklaag over de gezicht. Ik heb een poster van Gwen van Poorten op mijn kamertje hangen. Ja, ja, ja. Ik kom even verhaal halen over net. Dat kan niet. Nee. Ik heb een poster van Gwen van Poorten op mijn kamertje hangen. Wat leuk. Ja. Ik heb een poster van jou op mijn bubbelen geborduurd. Ik zie het helemaal voor me. Die blanke Groningse billen. Nee. En aan jouw gezichtje. Nee. Maar dit is niet eerlijk. Want net was het een opdracht. Ja. Dit doe je er gewoon persoonlijk bij. Jij beledigt onze gast. Weet je hebt een poster hangen en zoiets met zaad. Dat was niet oké. Ik ken hem wel. Ga staan, want dit kost allemaal geld. Ja. Bubbelig met een kuifje. Ja. Ik ben of heb? Ja. Nee, het is gewoon, we hebben het er gewoon over. Oh, ik dacht dat het een nieuwe bekentenis was. Je wordt ook in een circuit doorgegeven. Het is een shareplug. Misschien nog een leuke bekentenis voor Ruben Nicolai. Komt u maar. Nog één keer? Ik heb tepels. Ik heb 3 tepels. Ja, natuurlijk. Ik heb 3 tepels. Dat is niet correct. Die derde, dat is je lul. En ik mag jou niet. En ik heb 3 tepels. Ja, ik ga hier gewoon niet op reageren. Want eigenlijk, ik wil zeggen... Rick Paul heeft jouw hoofd geborduurd op een bubbel.